Ja, ik zit even te denken. Hoe wil ik beginnen? Ja, maar het stomme is, normaal gesproken is het altijd het einde van het gesprek dat ik de vraag stel, en hoe kijk je aan tegen de dood? Ja. Maar ik denk dat ik er voor de verandering maar eens mee begin. Ja, prima. Ja. Je komt maar. Ja, dus ja, dat is de vraag. Ja. Beginnen we al nu? Ja, we zijn begonnen. Oké. Okay. Ja. Ik zeg altijd, ik ben heel nieuwsgierig hoe het na de dood zal zijn. Ja. We hebben veel vermoedens. En wat ik zeker weet, dat er, zoals ik dat noem, een continuïteit is van ons bewustzijn. Dus de dood is het einde van je lichaam, is het einde van je fysieke aspect, maar niet het einde van je bewustzijn. En dat zegt u wel heel stellig, dat weet ik zeker. Ja, dat op basis van het onderzoek wat we hebben gedaan, en daar zullen we straks wel op terugkomen, ja. Is zeg maar, kijk, mensen die bijna dood zijn geweest, zijn niet definitief overleden, die zijn weer teruggekomen. Maar mensen met een bijna doodervaring met een hartstilstand, daar zijn de hersenfuncties volledig uitgevallen binnen 10 tot 20 seconden. En dat betekent dat we bewezen hebben dat als de hersenen volstrekt niet meer functioneren, helemaal zijn uitgevallen, in dit geval tijdelijk, maar helemaal zijn uitgevallen, en nog steeds een helder bewustzijn, helderder dan ooit. Ja. Met waarnemen buiten boven het lichaam, met herinneringen tot aan de vroegste jeugd, toekomstbeelden, ontmoeting, overleden dierbaren, het licht ontmoet of een wezen van licht, onvoorwaardelijke liefde en acceptatie ervaren, onmetelijke kennis en wijsheid ontmoeten. Ja, maar het lastige is dat deze kennis uit onderzoeken, ja, die krijg je uiteindelijk van mensen wiens hersenen op dat moment werken en dus reproduceren wat ze hebben meegemaakt terwijl hun hersenen niet werkten. Ja. Dus dat maakt het wel ingewikkeld, want dan komt de informatie nog steeds voort uit. Ja, dat kan ook niet anders. Maar op het moment dat mensen wel. Nou, je kan niet communiceren als je bewusteloos bent. Nee. Dus je moet communiceren als je je bewustzijn hebt. En dat betekent de vraag nog steeds, waar komen je gedachten dan vandaan? Maar dan zeg ik altijd, het bewustzijn wordt niet geproduceerd door de hersenen. De hersenen zijn een interface. Ja, laten we even, want dit is een maar perfecte maar vergelijking. Maar omdat je zegt van, mensen zijn weer bij bewustzijn, dus waar komt het dan vandaan? Ik vergelijk het altijd met de iCloud. Ja. Er zijn 1 miljard websites. En als je computer aanzet, wordt het niet die iCloud of die websites geproduceerd door je computer. Dus je hersenen produceren geen bewustzijn. Nee, dus je hersenen zijn is de iPhone? Ja, is de interface. Ja. Of de filter mag je het ook soms noemen, omdat je niet alles binnenkrijgt. Maar je krijgt ook van je iPhone niet alles binnen. Je selecteert op basis van wat je encodeert. Ja. Maar er zijn natuurlijk waanzinnig veel miljarden websites en YouTube-filmpjes die nu op dit moment door ons heen, door jou heen, door de muren heen gaan. Het is allemaal aanwezig. Alleen je hebt een functionerend instrument nodig om het te ontvangen. Maar is het zo om de vergelijking even door te trekken? Op mijn iPhone kan ik ook wel dingen lokaal opslaan. Die staan wel degelijk op mijn iPhone. Ja, in je waakbewustzijn sla je ook dingen op. Ja, precies. He, dus, maar als je slaapt, waar is het dan? Ja, ja dat is precies. Dus, en uiteindelijk nou ja, zal het wel wat verder gaan dan alleen maar de dood. Maar dat is natuurlijk wel de basis. Voor de duidelijkheid, Pim van Lommel van De Klassieker. Meer dan 300.000 exemplaren. Alleen al in Nederland van eindeloos bewustzijn. Nee, 150.000. Oh, misschien overdrijf ik een beetje. Okay. Sorry, in 80 talen vertaald. 11. Nou ja, ik zet het even groot neer. Ooit begonnen als cardioloog. En nou ja, toen hij in 1969 een patiënt redde, die eigenlijk ervan baalde, min of meer, dat hij gewoon weer op planeet aarde was, zeg maar. Nou ja, kwam de fascinatie. Toen las u in 1986 een boek. Nou, ik neem bijna aan dat het een van uw 3 boeken is. Ja, dat wist ik wel. Dat is de George Ritchie. Dat las u en toen dacht u gelijk van ja, ik moet hier iets mee. Want dit herken ik van de verhalen. Ja, ik herken het niet echt. Want ik had het in 1969 ooit gehoord. Dat was toen de eerste hartbewakersafdeling in Nederland werd opgericht. Hè? Dus voor 1967 stierven alle mensen met een hartstilstand. Mm-hmm. Dus de moderne defibrillatie en hartmassage was nog niet mogelijk. Nee. En de hartbewakersafdelingen zijn opgericht omdat die techniek er kwam. Onder andere door Nederlands onderzoek. Dus in die hartbewakersafdeling waar ik als heel jonge arts begin van mijn specialisatie werkte. Met een jonge man kreeg een hartstilstand en dan werd een paar keer gedefibrilleerd. En kwam weer bij na een minuut of 4. Wij waren ontzettend gelukkig en tevreden. Het was nieuw voor ons. Ik was de dienstdoende arts. Ja. En dan kwam iemand terug. En iemand was zo teleurgesteld.
dat hij weer terug was van... hij vertelde over kleuren, over licht, over prachtig landschap, over muziek. En ik zeg altijd, ik heb het nooit vergeten, maar ik heb er nooit wat mee gedaan. Nee. En ik kende het hele fenomeen, bestond ook nog niet. En Raymond Moody heeft pas in 75 een boek geschreven, Love After Love, maar dat heb ik ook nooit gelezen. Dus het begon bij mij inderdaad met het boek Return from Tomorrow, Terugkeer uit de Dood van George Ritchie. Ja. Toen bent u een onderzoek gestart, een lang onderzoek, ook omdat gewoon u na verloop van tijd wilde weten wat er nog bij was gebleven van die ervaring. Dus dat had wel meer dan 10 jaar in beslag. Ja, maar het begon eigenlijk met de aanleiding van het boek van George Ritchie. Hè, die vertelt wat hij als medisch student stierf, die aan een dubbele longontsteking. Er waren nog geen antibiotica voor deze medisch student, dus hij stierf, werd doodverklaard, kreeg een laken over zijn lichaam. En er was een verpleegkundige zo opstandig dat deze medisch student was gestorven, dat hij de dokter wist te overreden om een injectie rechtstreeks zijn hart te geven met adrenaline, wat volstrekt ongebruikelijk was. Okay. Na 9 minuten kwam hij terug, maar hij kon zijn lichaam niet terugvinden. Dus hij was toegedekt met een laken, maar hij zag een hand met een fraternity ring, dus met een van zijn sociëteit. Yeah. En toen dacht hij, daar moet mijn lichaam zijn. En hij heeft een zeer uitgebreide bij de doodervaring gehad. En ik was er zo door geïntrigeerd dat ik toen ben gaan vragen aan mensen die in het verleden een hartstilstand hebben gehad, of zich iets konden herinneren. En toen had ik in 2 jaar tijd van 50% tot 12 mensen die zo'n verhaal vertelden. Ja. En toen kwam pas mijn nieuwsgierigheid, mijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Want ik had altijd geleerd dat het niet kon. Nee. En dat was de aanzet voor dat onderzoek, om te kijken, konden we iets begrijpen waarom het toch gebeurt, wat de oorzaak en de inhoud van zo'n bijna doodervaring is. Wat vonden ze eigenlijk ervan, dat u als cardioloog ineens die vragen ging stellen aan die mensen? Ja, ik stelde altijd maar 1 vraag van, heb je herinnering van de periode van de bewusteloosheid, van je hartstilstand? Ja. Dan zeggen ze nee, of hoezo? Ja, en als het hoezo was, dan wist ik dat ik een uur kwijt was. Ja, want dan kwamen de verhalen. Ja, dan kwamen de verhalen. Ja. En heeft u niet, toch nog even terug naar de basisvraag die ik altijd stel, hoe wij aankijken tegen de dood? Je zou er bijna ontzettende zin in krijgen. Weet je, ik denk dat de bijna doodervaring is een levensles. Niet alleen een les over wat dood inhoudt. Nee. Dus het gaat veel verder dan dat je alleen maar zegt van... ik ben er nu van overtuigd dat het niet ophoudt met de dood. Maar dat had ik in die tijd helemaal niet. Nee. Ik had alleen maar vragen. Ik had altijd geleerd dat de dood het einde was. Op de medische faculteit, op de middelbare school... heb jij en ik ook allebei geleerd. Tuurlijk. De dood is het einde. Ja. En dan kwam er dus een fenomeen wat niet klopte met wat we altijd hadden geleerd. Nou ja, het is in een zekere opzicht is het einde van je lichaam. Van je lichaam. Maar men zegt altijd het einde van alles. Ja. Dat is, er is niks meer, zeggen een hoop mensen. En dat hebben we ook geleerd. Maar heeft u dan niet, hoe oud bent u nu als ik vragen mag? Ik ben net 79. 79? Dus heel jong nog. Ja, maar dat, want dat heb ik dan al bijna. Dat ik denk, ik ben ook vooral nieuwsgierig wat ik hier op deze planeet mee maak, hoor. Maar de inzichten, het gelukzalige gevoel, heeft het nooit gekieteld? Dat u dacht van, ik ga gewoon experimenteren en een soort hartstilstand forceren? Nee, helemaal niet. Dat is ook zinloos. Kijk, de inhoud is bijna altijd heel positief. Ja. Maar het feit dat je het hebt gehad is heel zwaar. Ja. Je noemt een spiritueel trauma. Ja. Dus de mensen die kunnen, op het moment dat ze erover beginnen te praten, gelooft niemand. De artsen helemaal niet, maar ook verpleegkundigen zijn wel wat beter. En familie en partner, 70% raakt een echtscheiding. Nee, precies. Ze kunnen hun verhaal niet kwijt. Het probleem is een isolement, afwijzing door anderen. Probleem met integratie, het niet kunnen onder woorden kunnen brengen. Moeilijkheden met gewoon, eigenlijk zoals het ging in het oude leven. Dus problemen met familie, zo hoge verwachtingen. Ja, dus het is depressiviteit, eenzaamheid en heimwee. En het kan 10, 20 of 30 jaar duren tot ze eindelijk... iemand spreken die kan luisteren, mm-hmm. zonder oordeel. Ja. Of dat ze een televisieprogramma zien en dan zeggen ze... God, dat heb ik ook meegemaakt, dat heeft een naam. Of ze lezen een boek wat ze aangeraden kregen. En dan zeggen ze, ik ben niet de enige. En dan komt het proces van acceptatie op gang. En als je dat hebt gedaan, kan je dat integreren in je leven. Ja. En dat zijn processen van 20, 30, 40 jaar. Ja, dan hebben we het over herkenning en dan... Herkenning, precies. Ja. Dus het is, laten we zeggen, de inhoud is prachtig... En ik zeg dat als een mopje, als je in India bijna doodervaring krijgt, dan word je iedereen gefeliciteerd. Ja. Maar in het Westen word je afgedaan als onzin en hallucinatie en het kan niet en bijwerking medicijnen. Nee, kijk, dat is, als we het hebben over een heruittreding, want zo noemen we dat dan denk ik een beetje. Toch? Mag ik het zo
definiëren? Als je opnieuw in je lichaam bent, bedoel je? Nou ja, als je gewoon, ja, als je zo'n eigenlijk moeten we nabije doodervaring zeggen. Ja, dat is beter. Tegenwoordig nabije doodervaring. Maar goed, we weten waar we het over hebben. Dat is eigenlijk, dat kunnen we toch wel zeggen. Dat is geen hallucinatie, is geen illusie, geen delusie. Nee, je hebt voor een hallucinatie, dus een illusie, een functionerend brein nodig. Ja, exact. En het brein functioneert niet. Bij een hartstilstand zijn er onderzoekingen geweest. Het klinisch beeld is bij een hartstilstand dat je binnen een paar tellen bewusteloos bent. De bloedstroom naar de hersen, wat je kan meten met een Doppler of echo, is nul binnen 1 seconde. Gaat geen bloed meer naar de hersenen. De lichaamsreflexen vallen uit. Dat is een functie van de hersenschors. De hersenstamreflexen vallen uit. Dus de gagreflex, een vinger in iemands keel steken. Cornerreflex, lichtstijve pupillen. Klinische en het ademhalingscentrum ligt dicht bij de hersenstam. Dus ook de mensen ademen niet meer. Dus de klinische verschijnselen zijn dat alle functies van de hersenen zijn uitgevallen. En er zijn onderzoekingen gedaan met een EEG-registratie. Wat we normaal niet hebben bij een hartstilstand. Maar er zijn mensen met een geïnduceerde hartstilstand bijvoorbeeld bij het testen van inwendige defibrillatoren, dat je de drempel moet testen voordat je een stootje geeft. Ja. Heb je dus een hartstilstand geïnduceerd met EEG-registratie. En dan zie je dus tussen 10 en 20 seconden een rechte lijn. Ja. Maar terwijl u de term zegt, denk ik, ja, maar eigenlijk bestaat het bewusteloos, bestaat dus eigenlijk niet. Je bent klinisch bewusteloos, ja. Maar je ervaart geen bewusteloosheid als je zo'n ervaring hebt. Dan is het bewustzijn veel meer en helderder dan je ooit hebt gehad. En het is meer more real than real, zoals ze zeggen. Ja. En als ze terugkomen in het lichaam, dan zeggen ze, ik ervaar nu de wereld omheen eerder als een illusie. Maar om nog even die vergelijking door te trekken, ja. Gewoon eigenlijk omdat het device dan niet meer werkt, ja. Zit je rechtstreeks in de cloud, contact, ja. Met alles. Ja, contact met alles. Verleden, toekomst, buiten tijd en ruimte. Dus je bent met alles en iedereen verbonden. En dat gevoel van verbondenheid houden de mensen als ze terug zijn weer in hun lichaam. Dus ze voelen zich één met anderen, één met de natuur, één met de planten, één met de aarde. Dus de ontvangstmogelijkheid is permanent veranderd. Ze ontvangen niet alleen kanaal 1, eigen bewustzijn, kanaal 2, 3, 4 en 5 van anderen. Ja. En dat noemen die verhoogde intuïtieve gevoeligheid. En dat blijft dan ook? Dat is blijvend en uitermate storend en onregelend voor ze. Ja, want te veel prikkels en wat moet je ermee? Ja, te veel prikkels. En je wil helemaal niet weten dat iemand kanker heeft, of je wil helemaal niet weten dat iemand over 3 weken doodgaat. En het blijkt allemaal te kloppen. Maar het kan ook, en ik heb er met een soort van omweg zou je kunnen zeggen, aan kunnen proeven. Doordat ik ooit, u bent daar bekend mee, het wordt ook nog aangehaald in Eindeloos Bewustzijn. En ik heb een keer ayahuasca gebruikt. DMT. Ja, exact. Ja. En en ik vind het soms moeilijk om er weer terug te gaan. Maar het voelde voor mezelf wel heel erg als het gaat over dat eenheidsbewustzijn. Ja. Dat is wel wat ik toen echt zo heb ervaren. En ook, een soort van, eindelijk weer thuisachtig gevoel. Ja, die methyltryptamine, dus DMT, ayahuasca, zit een stof bij die de werken van DMT versterkt. Want normaal breekt het af binnen. Je maakt dat zelf aan, met je pijn op een kleren? Ja, maar het is binnen 2-3 seconden weg. Oké. Okay. Dus de halfwaardetijd is zo kort dat het is nauwelijks het lichaam aantoonbaar. Maar bij DMT, de ayahuasca, zit er dus iets bij waardoor het een kwartier duurt. En als je de goede dosis krijgt, de goede begeleiding, de goede muziek enzovoort, dan kan je ervaring hebben die lijken op een bijna doodervaring. Maar soms zijn dat ook angstwekkende hallucinaties, negatieve beelden. En voor mij is de enige ervaring die lijkt op een bijna doodervaring bij ayahuasca gebruikt, is als er een permanente transformatie optreedt. Yeah. Dus als je na die ervaring een ander inzicht krijgt in leven en dood. Ja. En anders is het. Dus dat is maar een klein percentage van de mensen die zo'n ervaring hebben naar ayahuasca. Ja. En dat kan ook naar LSD, ook naar psilocybine kan je dat ook hebben. Maar dat zit natuurlijk eigenlijk meer tegen het hallucineren aan, of niet? Nee, het is ook ayahuasca ook. Maar ook met LSD, ook met psilocybine kan je ervaring hebben van een verruimd bewustzijn. Ja. Met transformatie. Ja. Maar en het interessante is ook dat de mensen, ze hebben dus onderzoek gedaan naar hersenactiviteit bij het gebruik van ayahuasca of LSD of psilocybine. En dan zie je een gedeelte van de hersenen minder actief worden, terwijl het bewustzijn toeneemt. Ja, precies. En dan is weer duidelijk dat het niet zo is dat bewustzijn, wat toch nog altijd wordt gedacht, bewustzijn slechts een verschijnsel is wat voorkomt uit neurologische processen.
Nee, het is zo. De hersenfunctie wordt minder en dan krijg je toegang tot het verruimde bewustzijn. Ja. En dus dit soort stoffen zorgen dat de verbinding tussen het lichaam en het bewustzijn wordt verbroken. Ja. Heeft u het zelf eens gebruikt? Nee. Nooit. Ik heb nooit de behoefte gehad om wat dan ook te gebruiken. Terwijl er zoveel mooie verhalen over hoort. Ja, maar ik resoneer met al die mensen mee. En ik word emotioneel van al die verhalen. En ik heb er duizenden gehoord. En ik krijg duizend e-mails vanaf de hele wereld nog steeds. Dagelijks krijg ik er tientallen. Dus het raakt me enorm. Maar ik hoef het zelf niet mee te maken. Als we het hebben over de veranderingen, ja, dit is mooi. Want dit is, nou ja, ik zou bijna zeggen wat iedereen wil. Zelfaanvaarding, veranderd zelfbeeld, medeleven met anderen, waardering van het leven. Geen angst meer voor de dood. Nee. In hoeverre mensen dat hebben. Verminderde kerkelijkheid, maar wel toegenomen religieuze gevoelens. Toegenomen spiritualiteit dus. Er kunnen wat lichamelijke veranderingen zijn. De intuïtie is veel beter. En dat hoorde ik u ergens zeggen in een interview. Begrijp dat veel mensen ook in één keer vegetarisch worden daarna. Dat heb ik niet zo gezegd, denk ik. Maar ik denk wel dat de mensen bewuster gaan eten gaan leven. En dat betekent ook dat het doden van dieren zit niet in hun prioriteit meer. Nee. Ja? Om te kunnen leven heb je geen dood vlees nodig, geen dode dieren. En wat betreft, de verandering is een van de belangrijkste dingen, is de verandering inzicht in wat belangrijk is in het leven. En het is dus empathie, compassie naar jezelf. Ja. Liefde naar jezelf. Accepteren van je schaduwkanten die we allemaal hebben. Dat is al lastig genoeg. Ja, dat is. En dan naar de ander. Ja. Maar is het zo, hebben we die ervaring nodig om tot die transformatie te komen? Nee, dat denk ik niet. Als je erin verdiept. Ken Ring, een hoogleraar in psychologie, die ook verschillende boeken heeft geschreven over bijna doodervaringen, gaf een semester als een psychologiestudent over bijna doodervaringen. Of naar beide doodervaringen, ja. Dat doet er niks toe. En het begin van het semester moesten ze een hele vragenlijst invullen. Daarna kregen ze boeken te lezen, spraken met mensen met bijna doodervaringen, moesten een scriptie schrijven. En na 3 maanden kwam er weer zo'n enquête, ze waren allemaal veranderd. Ja. Dus op het moment dat je erin verdiept, erin leest, verhalen hoort. Dan kan het haast niet anders dat je zegt. Maar natuurlijk zijn er wel sceptici op die bunkers die blijven zeggen dat het onzin is. Maar in principe, als je je openstelt, als je je vooroordelen laat varen, als je zonder oordeel gaat luisteren en lezen, dan ontkom je niet aan verandering. Nee, dus het heeft, en dat weet ik ook wel, maar het heeft dus ook uw beeld en eigenlijk misschien uw leven verruimd door er veel mee bezig te zijn, ondanks het feit dat... Ik was een materialistisch opgeleide cardioloog. Ja. Matthias houdt in alles, houdt op met de dood. Ja. Ik kan me ook voorstellen, uw vrouw zit of zat in de Chinese geneeskunde. Dus daar was al wel een wat breder beeld thuis, zou ik zeggen. Ze had Caesar-therapie gedaan, dus een soort fysiotherapie. En had daarna Tai Chi en Qigong gedaan. Ja, nou ja. Traditionele Chinese geneeskunde, daarna Shiatsu, acupressuur. En daarna de laatste 15 jaar yoga gegeven bij ons op zolder. Die stond er echt open voor. Ja. En we zijn beide ook wel geïnteresseerd in antroposofie. Mijn vrouw nog meer actief dan ik. Maar we hebben altijd wel wat verder gekeken. Wat is dat ook weer, antroposofie? Antroposofie, dat is van Steiner. Dat is Rudolf Steiner. Dat is een levensleer. Ja. Ja. Waarbij je ook de vrije scholen hebt. Biologisch-dynamische landbouw. Ook antroposofische geneeskunst heb je. Waarbij homeopathie wordt geïncludeerd. Ja. Dat is een andere benadering van... De wetenschap, Rudolf Steiner heeft het over die Geisteswissenschaft, de geesteswetenschap. Ja. Omdat het probleem met de wetenschap is, hè, zoals we dat kennen in de westerse wereld, dat is de materialistische wetenschap. Ja. Dat houdt in dat alleen dat telt wat je kan bewijzen, wat je kan meten, wat je kan objectiveren. Wat je kan reproduceren, wat je kan vastleggen. Ja, dat is natuurlijk ook wat wetenschap is. Maar bewustzijn, wat je voelt en denkt, kan niemand bewijzen, meten, reproduceren of vastleggen. Dat vind ik altijd het mooie. Dat in dat de huidige materialistische wetenschap onvoldoende is om de subjectieve ervaring. En daar gaat het om, want dat is het leven. Waarom vind ik deze thee lekker? Waarom en dat valt dus buiten de huidige materialistische wetenschap. Dus het concept van materialistische wetenschap dat is de nooit bewezen aanname dat bewustzijn een product is van de hersenen. Mm-hmm. En dat moet je opnieuw nu ter discussie stellen. Yeah. En je moet dus de wetenschap uitbreiden met subjectieve ervaringen. Dat is de all-inclusive science, of de, wat we noemen de postmaterialistische wetenschap. Waarbij de,
En op basis van de onderzoek naar bewustzijn van de laatste 15 jaar is dat steeds meer aan het veranderen. Maar is dat wel wetenschap te noemen? Ja, ik bedoel... Het is wetenschap. Het is een wetenschappelijke methodologie. Het is allemaal wetenschap. Ja. Alleen, je kan het niet meten en bewijzen op de virus zoals we gewend zijn. Maar het is... De subjectieve ervaring moet je includeren in je hele mensbeeld. Ja. Nou ja, dat is in ieder geval waar het leven om gaat. Of het nou wetenschap is of niet. Ja. Ik bedoel, ja, neem verliefdheid. We weten allemaal dat het er is. Ja, precies. En dat is dus het probleem. Dat met een reductionistische of wat is wetenschap worden al dit soort dingen ontkend. Omdat je het niet kan meten. Ja. Maar dat is toch waanzin? Nou ja, ik vind dat vanuit de wetenschappelijke gedachte wel logisch. Kijk, om vervolgens vind ik, moet je ook niet doen alsof het niet bestaat. Want elke wetenschapper zal op zijn minst beamen dat verliefdheid bestaat. Alleen ja, ik denk dat er ook gewoon onderwerpen zijn waar gewoon geen wetenschap van te maken is. Gewoon omdat het buiten ons... Het is de wetenschap uitbreiden met subjectieve ervaringen. Dat is het niet het wegdoen van de materialistische wetenschap, maar het uitbreiden van de materialistische wetenschap. Dat is wat er nu gebeurt. Ja. Is dat ook wel een beetje aan de hand? Want kijk, wereldwijd. Ja. U deed dat onderzoek. 2001, 2007 kwam dit boek. Ja, we zijn toch echt alweer ruim 15 jaar verder naar het boek. En... Het valt mij op. Ik heb ook een oproepje gedaan dat ik u te gast had en zo. En dan, dan komt er heel veel wrijving of zo ook naar boven met mensen. Ja, nooit naar mij toe. Nou, dat is altijd interessant. Nee, is dat zo? Oké. Okay. Nee. Maar ik las bijvoorbeeld, en ik heb niet het hele boek gelezen, ik had er geen zin in, want het boek heet letterlijk Wat een onzin. Dus dan... Dat ken ik, van de rechter door hem halen. Ja. Ja, dat is een uiterst onwetenschappelijk, onaangenaam, agressief stuk. Nou, het is precies. Het heeft niks met wetenschap te maken. Nee. Maar wat is... Angst. Ja? Angst. Angst van het verlies van het wereldbeeld. En Swaap had het ook een beetje in zijn hoofdstuk 14. Dus attack the messenger. Ga niet op de inhoud in, maar maak het belachelijk. Val degene aan die dat vertelt. Maar dat is volstrekt geen wetenschappelijk boek. Nee. Er is voldoende wetenschappelijke literatuur over bewustzijn. Postmaterialistisch. Maar de basis is, en ik wil helemaal niet, want ik wil gewoon lekker maar open praten. Ik ga er ook niet op in. Nee, maar wat zij wel zeggen, en toen dacht ik, ja, wat maakt mij het uit? Maar zij zeggen, de lichaamsuittredingen zijn nooit wetenschappelijk vastgesteld. Dat is onzin. Want het is wel vastgesteld. Dus als je tijdens een uittreding bij een hartstilstand en de mensen vertellen wat ze hebben gezien en gehoord. Mm. En je gaat het navragen bij artsen en verpleegkundigen en familieleden. Dan kan je dus controleren wat ze hebben gemeld. Ja. En dan blijkt dat er zijn nu ruim 200 gevallen bekend waarbij alles tot in details klopt. Wat ze tijdens hun hartstilstand... Ze willen natuurlijk apparaatjes willen ze hebben, die metingen en dat... Ja, en dat is dus nooit gezien. Dus de verborgen tekens in een reanimatiekamer hebben wij ook gedaan. Ja, maar dat vond ik wel... Maar dit vind ik een waanzinnig iets. Ik las daarover en toen dacht ik, ja, we zijn nu, wat ik zeg, 15 jaar verder. Dat zou toch wel gebeurd moeten zijn, want... Maar ik kan het je... Het staat ook verderop in het boek, staat het ook nog waarom het niet is gezien. Ja, omdat mensen er niet op letten. Nou, weet je... Voor de duidelijkheid, ik moet dit even uitleggen. Dit is echt fantastisch. In een van de Arnhemse ziekenhuizen werd in de reanimatiekamer een verborgen teken aangebracht bovenop de operatielamp. Ja. Ze was niet zichtbaar vanuit de normale positie. Dus de artsen, de verpleegkundigen, die waren hier niet eens van op de hoogte. Want die zouden dat anders kunnen beïnvloeden. Zelfs u heeft nooit geweten wat voor teken het was. Een van mijn collega's heeft het aangebracht. Ja, en dan zou het dus waanzinnig zijn op het moment dat iemand die buiten bewustzijn was, noem ik het maar even, of dood, of nou ja, de termen beginnen allemaal een beetje te wankelen natuurlijk, maar dat die dan dat teken zou kunnen zien. Ja. Maar dat is nooit gebeurd, dat is wel jammer. Ja, weet je, dat heet te maken met inattentional blindness. Dus als jij een auto rijdt, je rijdt ergens naartoe en ik vraag, heb je onderbij die boerderij gezien? En die boom, heb je dat niet gezien? Want je hebt je aandacht en je intentie niet. En je weet ook dat mensen die naar een iPhone kijken als autorijder veel meer ongelukken hebben en die zeggen, ik heb die auto niet zien aankomen. Nee. Dus je hebt intentie en aandacht nodig om te kunnen waarnemen. Hè, dus als je auto rijdt, zie je het landschap niet bewust. Nee. Maar het is er wel. En als je dus een uittreding hebt en je ziet je eigen reanimatie van boven en je ziet wat de mensen aan het doen zijn, dan ga je niet rondom kijken of er ergens een teken op een lamp zit. Nee, maar aan de andere kant denk ik ook, in de staat zoals die wordt omschreven van mensen die het meegemaakt hebben, zo helder, zo... Ja. Dan zou je toch op zijn minst dat hele spectrum in je gedachten opnemen. Daar ga je niet naar kijken. Nee.
En dat is voor mij de verklaring dat in intentional blindness is de gebrek aan aandacht door onvoldoende, of gebrek aan waarnemen door onvoldoende aandacht en intentie. Ja. En dat kennen we uit, daar zijn een heleboel tests ook. Ik heb ook literatuurverwijzingen bij staan. Een bekende filmpje waar de studenten te horen krijgen, er is nu een basketbalwedstrijd, dan moet je even kijken en dan gaan we de tellen. En dan komt er een gorilla langs. Ja. En dat is duidelijk, niemand ziet het. Nee. Dat is inintentional blindness. Ja, dat snap ik. Maar ik zou denken in de verlichte staat waarin je bent. Nee. Dan zou je toch die gorilla bijvoorbeeld op zijn minst zien, mag ik hopen. Maar je hebt geen aandacht om te kijken of er ergens een verborgen teken op een kast ligt of op een lamp ligt. Daar ga je niet naar zoeken. Nee. Dus, en ik weet ook dat als er ooit één geval zou zijn, dat die bunkers zeggen, ja, één geval, ja, dan moet je 10. Ja. Als je er 10 hebt, nee, dan moet je er 100 hebben. Ja. Dus weet je, het is voor mij niet belangrijk. Er zijn zoveel bewezen, aangetoonde, objectieve waarnemingen geweest. Tijdens algemene anesthesie, tijdens reanimatie, tijdens coma, die ze allemaal hebben kunnen natrekken. Ja. Dat is bewijs. Ja, nee, dat is. Maar is het zo dat er, hè, want u geeft uw lezing over en houdt dit onderwerp nauwlettend in de gaten, ook op uw website. Zijn er sinds 2007, sinds het boek, nog soortgelijke onderzoeken geweest, aanvullende onderzoeken? Dat ben ik gewoon benieuwd naar. Ja, er is een onderzoek in Engeland geweest, twee onderzoeken in Engeland geweest. Eén met 67 patiënten en iets met 35 patiënten. Ook die in hartstilstand hadden overleefd. En één onderzoek in Amerika. In totaal 562 patiënten die in hartstilstand hebben overleefd. Er komt allemaal hetzelfde uit. Tussen de 10 en 20% mensen met een bijna doodervaring en geen medische verklaring. Nee. Dus zuurstoftekort is geen verklaring, gegeven medicatie is geen verklaring. Allemaal de bekende oorzaken konden we allemaal uitsluiten. Dus in 4 onderzoeken is het aangetoond dat het klopt, dat het zeg maar een mysterie is waarom sommige mensen het wel en de meeste mensen het niet hebben. Ik kan er wel over speculeren, maar in principe volgens medische maatstaven is er geen oorzaak. En we weten ook dat een hoop mensen dit soort ervaringen kunnen hebben bij ernstige depressie, existentiële crisis, meditatie. Er is ook geen sprake van zuurstoftekort. Nee, nou ja, dat is ook een bewijs dat je geen zuurstoftekort nodig hebt om het te ervaren. Maar oké, twee dingen hierover. Ja. Om te beginnen, u zegt speculeren, ik snap dat het is. Maar wat zou de verklaring zijn dat mensen met exact dezelfde hartstilstand, dat de ene het wel heeft en de andere niet? Ja. Nou, we hebben dus geen oorzaak kunnen aantonen, maar we kunnen wel gaan speculeren. En we zien dus ook in ons onderzoek wat we hebben gedaan, de gemiddelde leeftijd was 62 jaar, dat de mensen onder de 60 jaar vaker een bijna doodervaring hadden. Mensen die in hun jeugd bijna doodervaring hadden gehad, hadden vaker een bijna doodervaring. Het is ook bekend met vrouwen met seksueel misbruik die vaker een lichaam uitgaan, ook als volwassenen vaker een bijna doodervaring hebben. Weet je, er is één onderzoek, prospectieve studie bij kinderen gedaan onder de 5 jaar. Dat 70% bij de doodervaring. En retrospectieve studies met mensen met auto-ongelukken en dat soort dingen, met coma, 30-40%. Dus hoe jonger, hoe hoger het percentage bij de doodervaring is. En mijn speculatie is dus dat je, hoe ouder je wordt, de band tussen je lichaam en je bewustzijn steeds strakker is geworden. Want iedereen heeft een doodservaring. Ja. Maar niet binnen die 3-4 minuten dat je wordt gereanimeerd. Nee. Misschien hebben sommige mensen wel een half uur of een uur nodig om eruit te gaan. Ja. En dat is voor mij, want een doodservaring hebben ze allemaal. Dat weten we van postmortale ervaringen, in het Engels after-death communication. De 2 miljoen mensen in Nederland hebben contact gehad met het bewustzijn van overleden dierbaren. En 125 miljoen mensen in Europa. Dat betekent dat het bewustzijn nog steeds ergens is. Dus veel meer mensen. In Nederland zijn dan 600.000 mensen met zo'n nabije doodervaring. Ja. Maar zoveel meer mensen hebben contact met het bewustzijn van overleden dierbaren. Dus iedereen heeft een doodservaring. Mm-hmm. Maar je kan het niet altijd aandoen als je binnen een paar minuten wordt gereanimeerd. Nee. Op oudere leeftijd. Ja, want dan ben je er ook te veel mee. En een jong kind. Staat open voor alles. Ik bedoel, die kanalen zijn veel. Die band tussen bewustzijn en het lichaam is veel losser. Ja. Dus dat is een speculatie, dat kan je niet bewijzen. Nee, maar dat op basis van de gegevens. Maar het mooie wordt, en u noemde het net al eventjes, kijk. Wanneer kan zo'n ervaring optreden, zo'n nabije doodervaring? Ja. Nou, hartstilstand is genoemd, coma en alle soorten maten, narcose. Bijna verdrinking. Geëlektrocuteerd worden. Ja, dus blikseminslag. Ja. Verschillende flash
Change in a Flash heb ik ondanks die vrouw ontmoet. Hè? Dus die er bijna dood ervaring kreeg. Hele hoge koord zou kunnen. Ja. En nu komen we bij, en dit is wat interessanter, want dan komen we namelijk bij de omstandigheden waarbij de hersenfuncties niet aangetast worden. Dus dat kan zijn met hoge koorts, bij isolatie. Ja. Hè, dus echt mensen op een schip of gewoon ergens op een verlaten eiland zitten. Mitchell en Glenn hadden het in een capsule. Dus als vernauwd ook. Mitchell, de Lindbergh had het toen in de oceaan overvloog. Oké. Okay. Dan hebben ze ook een verruimd bewustzijn ervaren. Bij depressie noemde u al. Ja. Maar kijk, en nu komen we bij de laatste punten. En dan denk je, ja, word ik gewoon... Nou, niet hebberig, hoe zeg je dat? Nieuwsgierig, dat je denkt, ja, bij meditatie. Ja. Of een wandeling in de natuur. Ja, zonder aanleiding, ja. Gebeurt ook. Ja. Deze lichtervaring, ja. Maar is dit iets, ja, ik bedoel, ja... Hoe gaat dat dan bij meditatie? En ergens voel ik het in het klein misschien wel. Ja, maar bij meditatie kan je dus ook je lichaam verlaten en in dat vooruit bewustzijn komen. Ja. Dus een Marjorie Woolcott is een neurowetenschapper in Amerika die een prachtig boek heeft geschreven. Die ging voor de eerste keer mediteren en onder goede begeleiding ging ze meteen bam zo dat lichaam uit. En het zette haar hele wereld op zo'n kop, want zij was een neurowetenschapper en met collega's kon ze dit niet bespreken. Nee. En ze heeft dus een prachtig boek er ook over geschreven. Ze is nu heel actief ook in dat postmaterialistische wetenschap. Dus het, als je als terughoudende wetenschapper met materialistische opleiding, Eben Alexander is ook zoiets, Martin Woolcott ook, en je maakt zelf een ervaring mee, dan kom je er niet onderuit om te zeggen, het is niet zoals ik altijd heb geleerd en gedacht. Nee, dat is mooi. Maar goed, het is niet... Wat ik me afvraag, mediteert u zelf? Niet dat ik ga zitten, dat kan echt niet. Kan mijn vrouw wel een beetje, maar ik niet. Maar ik ga elke dag minstens een uur in de natuur lopen. Ja, ja, op die in manier. De stilte. En we hebben een grote tuin en we zijn daar lekker bezig, horen de vogeltjes. En we hebben stilte in huis. We hebben eigenlijk nooit muziek in huis. Dan zijn we echt bewust gaan luisteren. Maar het is stil in huis, stil in de tuin. Ja. Maar zijn dat dingen die veranderd zijn op basis van... Uw onderzoek en uw kennis? Ik denk dat ik meer tijd gun aan mezelf om stilte en natuur te doen. Ja. Ik ben dagelijks wandelen en fiets ik in de natuur. Ja. En we wonen natuurlijk 200 meter van National Park Veluwezoom. Dus we zitten mooi daar. Ja, heerlijk. En nog de IJsselvallei ook. Dus het is, Nou, misschien is dit de vraag. Ik heb drie klassiekers die altijd terugkomen in een gesprek. We zijn al begonnen met de dood. De boeken ga ik zeker nog spreken. Maar ik heb ook altijd de vraag. Wat is uw ochtendroutine? Of ik vind ochtendritueel altijd mooier klinken. Ja. Heeft u dat? Ja, dat is eerst een kwartier een soort yoga-oefeningen voor mijn rug. Dus yoga-oefeningen doen. En dan een lekker gezond ontbijt. Ja. Ja, nou ja. En dan vaker gewoon weer aan het werk. Ja, nee, precies. Ik en dan ergens op de dag wel wandelen, begrijp ik. Ja, mijn vrouw gaat altijd 's ochtends. Ik ga meestal zien, ik wil eerst wat gedaan hebben. Ja, ja, oké. Okay. Of we gaan samen fietsen. Kijk, ik vind het leuk dat u yoga noemt en ik ken dat ook heel erg. En het is, ik heb dat ook echt nodig om contact even met mijn lichaam te maken. Ja. Terwijl ik uw boek aan het lezen was, ja, dit is een, en ik wil helemaal niet, ja, dat is tegenwoordig zo'n uitdrukking van don't, dat het allemaal om mij gaat. Maar ik herkende wel. Het raakt dus blijkbaar. Ja, het raakt iets. En dan vraag je altijd af, waarom word ik zo geraakt? Dus ik heb mijn moeder, ik zal het appje erbij pakken. Ja, ik heb gewoon. Ik zit het nu. Ik ben meestal niet zo van de lange appjes. Dus ik heb mijn moeder. Ik ben een boek aan het lezen over bijna doodervaringen. Ik ken veel. Kan het zijn dat ik vroeger als kind zoiets meegemaakt heb? Nou, kwam mijn moeder met een heel verhaal. Ja. Je hebt wel als baby in het ziekenhuis gelegen met wat ze toen bronchitis noemden, maar dat was het dus niet. Het was nadat je helemaal slap was en dus geen adem meer kreeg en de dokter je acuut naar het ziekenhuis waar je in een apart kamertje lag stuurde. Niemand mocht er verder bij. Dat heeft denk ik een paar dagen geduurd en toen werd je naar een andere box geplaatst. Staat dan wel iets over in je babyboek? Nou, dat laatste heb ik nog even niet bekeken. Was jij als jongeling verhoogd intuïtief? Ja, ik wil er altijd verre van blijven. Nee, dat vraag ik niet. Voelde je dingen aan? Kijk, wat het klassieke verhaal is hoofdstuk 5 in mijn boek. Kinderen die op jeugdige leeftijd of bij een gecompliceerde geboorte of heel jong bij de doodervaring hebben gehad, die herinneren de ervaring meestal niet, maar er zijn uitzonderingen. Mm-hmm. En ze hebben allemaal de transformatie. Een van de dingen, aspecten is dat zij zich vaak terugtrekken. Dus anderen zien, kinderen zien spelen, maar zelf de stilte opzoeken, klassieke muziek opzoeken, de natuur opzoeken, niet tegen lawaai kunnen.
En in 16, 18 jaar vaak ook depressief kunnen zijn. Ja. Tot suïcidaal soms toe. En dat is vaak het gevolg van dat verruimde bewustzijn wat diep in hun zit en waar ze dus ook voortdurend dingen aanvoelen die ze niet willen weten. Mm. Dus dat is meestal het klassieke verhaal. Ja, nou, wat ik zelf vooral dus herken. Herken je dat of niet? Nou, een beetje, maar ik denk ook, ja, dat heeft ieder kind wel een beetje. Dat heeft niet ieder kind. Nee, oké, okay, nou ja, goed. Wat ik met name, en daarom begin ik er ook over, omdat hij over de yoga begint, is dat ik wel altijd, mijn lichaam zegt me gewoon niet zoveel. Nee. Daar voel ik gewoon niet zo'n ik bedoel, en dat is bijna nu dat ik het veel meer bijvoorbeeld door yoga of andere oefeningen gewoon heel erg aan het voelen ben. Omdat ik wel denk van ja, god, dat is mijn lichaam. Maar gewoon met een spiegelbeeld of met dan denk ik altijd, ja, dat is gewoon echt niet wie ik ben. Nee, het klassieke verhaal van mensen naar mij door te vragen en zeggen, ik heb een lichaam en ik ben bewustzijn. Ja, nou ja, dat gevoel ken ik intens. Hè, dus toen mijn lichaam dood was, toen ik daar al leerde, was ik meer completer dan ooit. Alleen met mijn bewustzijn. Dus je hebt je lichaam. Ja. En je bewustzijn is er al voor de geboorte en na de dood. Het bewustzijn is eindeloos. Zonder begin, zonder einde. Is altijd verbonden met alles en iedereen. En normaliter heb je er niet zo'n contact mee. Tenzij je verhoogde gevoeligheid hebt. En nogmaals, ik ben helemaal niet verbaasd gezien je interesse dat je als kind dat zou kunnen hebben gehad. Nee, ja, ik weet het ook niet. Nee, maar het zou kunnen. Ja. Dus, het is wel interessant dat je moeder dit schreef. Vond ik ook. En de vraag die je stelde. Maar voor mijn gevoel heeft iedereen dat. Maar dat kan nee, dus niet. Is niet zo. Nee, maar bijvoorbeeld met zo'n, wat ik al eerder schreef over mijn ayahuasca-ervaring, dat heel erg, dat we zijn weer even thuis gevoel, weet je. Ja, maar dat is waarschijnlijk omdat je bij de doodwaring als kind hebt gehad, dat je zo makkelijk in dat verruimd bewustzijn kwam. Want de grote meerderheid heeft niet die ervaring die jij hebt gehad met de ayahuasca. Nee, okay. Dus je bent er makkelijker uit, omdat je als kind, als baby er al uit bent geweest. Dat is mijn interpretatie. Ja, nou, je hoeft het niet te geloven. Nee. Ik geloof alles en ik geloof ook vooral niks. Of zeg je dat? Nou ja, kijk, nogmaals, het stukje wetenschap hebben we wel achtergesloten. Ik vind het heel mooi wat u erover schrijft. Wetenschap is vragen stellen met open geest en het loslaten van oude concepten en ideeën. En er wordt ergens ook een quote aangehaald die mij heel erg raakt ook. Wie nooit van mening verandert, heeft zelden iets geleerd. Ja. En, maar dat is het probleem met de huidige materialistische wetenschap. Ook dat boekje wat je net citeerde. Die mensen zitten vast in een dogma. Ja. Een dogma is een geloofssysteem. Wetenschap is geen geloofssysteem. Nee. Wetenschap is vragen stellen. Dus je moet je concept altijd opnieuw beredeneren en afvragen of het zo klopt. Dus wat er nu bezig is echt een paradigm shift, dus een paradigmaverschuiving. Ja. Dat we weten dat het bewustzijn niet een product is van de hersenen. En dat heeft een gigantische consequentie voor de manier waarop we in ons leven staan. Ik laat nog even, want voor u is het gesneden koek, hè? En voor mij inmiddels. Nee, vraag maar als je moet vragen. Het gaat nog gewoon eventjes om nog even één keer te benadrukken. Heel dat goed. Het bewustzijn dus niet een product is van de hersenen. Nee. En dat je misschien wel, dat blijkt uit die onderzoeken, een helderder bewustzijn hebt op het moment dat je hersenen niet meer werken. En veel meer herinneringen tot aan de vroegste jeugd. Dat je verbonden bent met het bewustzijn van anderen in het verleden. Ik bedoel, als je zusje van 5 het speelgoed hebt afgenomen, dan voel je het verdriet van je zusje. Dus je herleeft je hele leven. Ja. Met contact met het bewustzijn van anderen ook. Maar wat, ik zit even te kijken of ik hem hier zie staan. Dan maakt, nogmaals, ik wil helemaal niet zien, wel eens niet. Dus, maar als ik, ik zie hem daar staan, Dick Swaap. Ja. Wij zijn ons brein. Hoofdstuk 14. Oh, dat weet ik niet. Ja. Wat is er in hoofdstuk 14 dan? Dat schuilt je mij uit. Nee, echt waar? Ja. Oh, wacht even, dan pak ik hem er even bij. Nee, dat hoeft helemaal niet. Het is volledig onbelangrijk. Weet je, ik accepteer mensen met een andere mening. En ik zeg altijd, ik stuur ze wat liefde toe als ze wel erg aanvallen. Ze hebben een probleem en ik niet. Ik citeer altijd Paul Citroen. Ken je die kunstenaar, Paul Citroen? Nee. Nou, dat is een hele bekende kunstenaar, tekenaar. Die had een tentoonstelling in Zwolle museum en die had een grote tekst hangen. Ik luister altijd met de grootste belangstelling naar kritiek op mijn werk. Zo leer ik de mensen kennen. Yeah. En daar gaat het om. Dus mensen mooi. Die mij zo aanvallen, daar leer ik zo kennen. Oh nee, ik zit het inderdaad.
Doet er niks toe. Buiten is de hypothese van Van Lommen is totaal onwetenschappelijk. Terwijl voor ieder aspect van BDE een goede verklaring vanuit het hersenonderzoek is. Nou ja, goed. Het wordt ook te technisch. Nee, maar goed, voor de rest, laat ik het zo zeggen. Dat wilde ik eigenlijk, daarom haal ik het boek aan. Ja. Los van het feit dat ik heus wel voel dat er veel meer is dan dat dingetje in ons hoofd, zal ik maar zeggen. Lees ik een hoop dingen waarbij ik denk, dat is fijn om te weten. Dat geeft me wel inzicht. Het is niet allemaal totale onzin wat hij schrijft in de rest van het boek dan, toch? Nee, de samenvatting, wij zijn ons brein. Dat klopt. Dat is juist precies wat we niet zijn. En hij ontkent de vrije wil. Ja. En die is er ook. Dus, en dat is wetenschappelijk, wereldwijd wordt dat steeds meer gewoon ook gezegd. Er is natuurlijk wel vrije wil. Althans hier op aarde. Oké, nou wordt die mooi. Nou ja, als je toekomstbeelden kan hebben. Dus voorspellende dromen, die kunnen we allemaal hebben. Maar ja. Bij de doodervaring vaak veel meer. Flash forward tijdens en bij de doodervaring. Dat je toekomstbeelden ziet, ook over je persoonlijk leven. Of wat er in de wereld gaat gebeuren. En dan gebeurt dat op een moment als een déjà vu. God, dit heb ik eerder meegemaakt. Dat je ziet dat iemand gaat overlijden na 3 maanden en overlijdt na 3 maanden. Dat betekent dat op dat hoogste niveau dingen vastliggen. Ja, dus dan is er geen vrije wil. Maar op aarde hebben we vrije wil. Als de bedoeling is dat we van A naar B gaan, kunnen we elk doodlopend het weggetje kiezen. En alle foute routes, maar we eindigen uiteindelijk wel. Daar, zo. Het is meer, je mag de route bepalen. De eindbestemming. Nee, oké. Okay, dat geeft toch nog hoop. Dan gaat het allemaal nog ergens over. Ik zou gewoon doorgaan. Ja, oké, ik moet even naar het toilet. En dan gaan we naar de 3 boeken. Want eentje weet ik er al van. Maar laten we hem zeker nog even spreken. Welke 3 boeken zijn van invloed geweest op de reis van Pim van Lommel? Ik ben heel benieuwd. Ja. Maar wat ik toch nog even tijdens het toiletbezoek bedacht. Is er nooit een gesprek geweest tussen u en Dick Swaan? Want het is juist zo mooi. Ja, ik heb 1 keer een gesprek gehad samen. Ja. Dat was ergens in Amsterdam. En dat was zo vol dat de ramen open werden gezet. Er stonden 100 mensen op de gang, op de gracht mee te luisteren. Ja. Maar hij hield een monoloog. Ja, dat was geen gesprek. Hij was volstrekt geen dialoog mogelijk. Dus hij bleef zijn eigen mening zeggen. Hij luisterde niet naar wat ik zei. Nee, dus ik heb gezegd, ik doe dat nooit meer. Dat is zinloos. Het heeft mensen die volledig en hij heeft een lezing ooit gehouden die op internet staat. Dan begint hij de eerste 7 minuten over mij te praten, over de onzin. Heeft hij mij nodig om naar zijn eigen ding te komen? Ja. Hij mag het allemaal zeggen voor mij. Maar wetenschap is wat je zei, vragen stellen van de open geest en het luisteren naar anderen. Ja. Het is het luisteren naar andermans meningen. Dat is wetenschap. En niet vasthouden je eigen concept. Dick staat hier te zagen in de tuin, lijkt het wel op. Moeten we ze zeggen dat ze stoppen of is het voor de opname? Ik weet het even niet. Is het heel erg te horen? Nou, we kunnen... Mogen we weer doorgaan. We mogen weer doorgaan. Het mooie is, ik pak een thee. Ik vind het altijd leuk om te kijken wat voor een spreuk er staat. En dit is dan nu... Know that you are a child of the universe. Nou, dat is toch even een mooie toepasselijke in dit gesprek. De 3 boeken. De eerste, daar kwamen we al gelijk op. Maar u las hem in 1986. Maar hij is geloof ik wel van eerder, dat George Ritchie. Hij is uit 1974 of zo. Dus Return from Tomorrow, terug uit de dood. En dat was, wat ik al zei, dat was dus een zeer uitgebreide bij de doodervaring van de medisch student in 1943. Ja. En hoe kwam u erbij om het boek te lezen? Toch vanwege uw cardioloog? Ik kreeg het van een vriendin. Ik heb altijd gezegd dat zij de schuld is dat ik dit ben gaan doen. Ja. Het is een hele goede vrienden van ons. En hij is dus overal geweest. Hij is in plekken honderden mijls verderop in een café geweest, wat hij later heeft opgezocht. En daar was hij inderdaad, het klopt wat hij had gezien. Hij is een hele helachtige omgeving geweest, waar hij zag dat elk figuur daar een lichtwezen had. Mensen dat ze dat herkenden, konden ze er ook uit. Hij heeft alles meegemaakt. Heel uitgebreid. Ja. En hij heeft dus zijn medische studie niet kunnen afmaken, maar hij is als hospic in Normandië geland. En daarin is hij als hospic in verschillende concentratiekampen als eerste binnengekomen. En hij kwam in Polen in een concentratiekamp en er was een Poolse man bezig om mensen, iedereen was geschuldigd. Gedurende zijn ervaring hebben we het over, hè? Nee. Oh, oké. Na zijn ervaring is hij als hospic gaan helpen. Dat is hij gaan doen, Dus zijn rol was toch mensen helpen. In zo'n concentratiekamp was een Poolse man bezig met mensen te helpen. Of er nog familieleden in leven waren. De mensen waren of dood of stervend. En die man liep er sterk rond en sprak Duits, Engels en Pools. En Ritchie spreekt hem aan en zei, god, hoeveel bent u 1 of 2 weken hier? Ik zit hier 4 jaar. Ik was in Warschau in een ghetto.
Wij werden uit ons huis gehaald en voor mijn ogen zijn vrouw en kinderen doodgeschoten. En toen heb ik de keuze gemaakt, ik ga haten of lief hebben. Ja, mooi. Ik heb de keuze gemaakt om lief te hebben. Ja. En met die liefdeskracht heeft hij dus 4 jaar lang in dat concentratiekamp mensen geholpen. En hij zag er als gezond uit. Ja. Ik krijg altijd kipvel als ik het vertel. Ja, ik vind het ook. En dat is voor mij ook zo indrukwekkend. Dat je met die liefdeskracht die de mensen dus ook voelen, na een bijna doodervaring, zo anders in het leven staan. Ja. Heeft u hem gesproken ook eigenlijk? Nee, ik heb hem nooit gesproken. Ik heb nog wel contact gehad met zijn dochter. Hij is een tijdje geleden al gestorven. Maar hij weet wel van mijn boek ook. Hmm. Persoonlijk dus in e-mailcontact een beetje. Maar de andere mensen zoals Moody en Bruce Grace en Ken Ring. En nou, al die andere mensen ken ik persoonlijk. Ja, natuurlijk. Eben Alexander. Ja. Mary McNeil en zo, Mary Neal. Ik ken dus al die mensen. Maar dit was voor mij de aanleiding om te gaan vragen. Toen kwam dit eerste verhaal uit 1969 weer boven. Want ik had nooit tijdje ben bezig met specialisatie. Ja. Met een jong gezin, met kinderen en dat soort dingen. En toen had ik in 2 jaar tijd die 12 verhalen van 50 patiënten. En dat was de aanleiding voor dat onderzoek. Wordt groot, echt onderzoek, ja. Oké, dat is het eerste boek. Die kon ik gokken. Die kon je gokken. Wat is het andere boek? Boek 2. Van Etty Hillesum. De nagelaten geschriften van Etty. Ken je het? Nee. Echt waar niet? Nee. Een van de mooiste boeken die ooit is geschreven. Ja, waarom? Ja. Dat is een Joodse vrouw die in de Tweede Wereldoorlog dus in Amsterdam woonde. Een heel innerlijk proces heeft doorgemaakt. Waarbij de uiterlijke omstandigheden die elke keer voor haar zwaarder werden, volledig in acceptatie opnam. En ze bleef bij zichzelf in de liefde ook naar andere mensen. Het doet me een beetje denken aan de zin van het bestaan ook. Hè? Ja, het is onconventioneel zoals ze leefde in die tijd. Maar ze heeft dus dat hele innerlijke proces heeft ze opgeschreven. En ze is uiteindelijk ook naar Westerbork gestuurd. Daar heeft ze ook nog mensen geholpen. Voordat ze op Dachau werd gevoerd. Wanneer las u dit? Ik weet niet of het een jaar erin staat, maar ik heb verschillende boeken van haar. Dit is uiteindelijk, 80e jaren, denk ik. Ja. Zoiets. Ja. Maar het is een verhaal van het proces, innerlijk proces van liefde en bij jezelf blijven, onafhankelijk van je uiterlijke factoren die je leven bijna onmogelijk dreigen te maken. Maar de hadsel is, ze bleef bij zichzelf. Ja. Ik kan je een aanrader. Ja, dat is maar duidelijk. Er zijn verschillende boekjes. Je hebt ook een apart boekje nog van de brieven uit Westerbork. Maar dit is een beetje de nagelaten geschriften. Het heeft eigenlijk hetzelfde effect gehad als Anne Frank. En het is veel later uitgegeven. Het is bekend geworden ook veel later. Maar het is een ongelooflijk boeiend boek. Mm. Ja. Het derde boek. Het zou leuk zijn als u nu Dick Swaap boven de tafel haalt. Nee, ik had dit nog even bij me. De film Eindeloos Bewustzijn. Oh, de film? Ja. En alle covers van al die verschillende uitgaven. Chinees, Russisch, wat ik het al. En ook elke keer een andere titel. Hè? De Fransen zeggen mort ou pas, dood of niet. En Consciousness Beyond Life was een hele discussie met Harper Collins, want die vond Infinite Awareness of Infinite Consciousness te woe. Dus er was een hele discussie. Er is een aparte afdeling in New York van Harper Collins die bepaalt hoe je de titel van je boek moet worden. Nou ja, dat is een hele strijd geweest. Uiteindelijk is Consciousness Beyond Life geworden. Niet met ideale titel, maar goed, zo is het helemaal. Zegt ook wel iets, En het derde boek is, ik heb 2 uitgaven meegenomen. Dante Divina Commedia. Oké, Dante's Divina Commedia. Divina Commedia. Dat is meer kunst eigenlijk. Nee, ik heb het meegenomen omdat er kunstenaars zijn geïnspireerd. Dit is van Gustave Doré. Ja. Dit is van de Nederlandse waanzinnig goede kunstenares Joke Hudig. Ja. Maar Dante, Dante Alighieri leefde in de 13e eeuw. In Florence is uiteindelijk daar verbannen. En heeft een verhaal geschreven, de Goddelijke Komedie. Waarbij met Virgilius door de hel en de Louteringsberg gaat. En dan uiteindelijk met zijn grootliefde Beatrice in de hemel komt. Dat zijn steeds 3 boeken van 33 canons. En dat is elke keer weer met 33 woorden per zin. Het is volledig numerologisch. 3 keer 33 plus 1 is 100. En 33 was de leeftijd van Jezus toen hij stierf. Maar het is dus een boek, zoals hij zelf zei, heeft een visioen gehad. Hij beschrijft dus de hel, de manier waarop mensen met een
frightening, ik zeg van de angstervaring, dezelfde ervaring kunnen hebben. De Lautensberg groeien, zelf tot inzicht kunnen komen en dan de hemel van hijzelf ook zegt en de mensen. Dat er bij de dood waren. Het is niet in woorden te beschrijven. Nee. Het is de mens niet gegeven te beschrijven wat hij daar heeft meegemaakt. En Gustave Doré heeft er prachtige prenten bij gemaakt, die ook heel bekend zijn. En Joeke Hudig heeft dat heel mooi gedaan in Nederland recent. Ja. Maar het is dus eigenlijk een boek, dus 700 jaar oud, met het visioen van de hel, de Lauwersberg en de hemel. Ja. En dat is eigenlijk een zeer uitgebreide, bij de doodervaar zou je kunnen zeggen. Heeft dus ja, maar ik vind het dus lastig en het is allemaal een beetje taal en misschien daarmee ook de beperking. Maar kijk, een visioen, dat roept bij mij toch weer een beeld op van, ja, ook een hallucinatie, een droom, iets. Nee, een visioen is gebaseerd op werkelijke dingen die gebeuren. He, dus profeten ja. hadden ook visioenen. Dat waren dingen die in de toekomst gingen gebeuren. Ja, ja, zo moet ik het zien. Ja, ja. He, dat is een visioen. Dat is een visioen. En ja, het is een standaardwerk. Ik heb verschillende uitgaven, Nederlands, zelfs Duits en Engels. Omdat de dichtkunst is zo waanzinnig mooi. Mm-hmm. En de taal in deze uitgave is niet optimaal. Dat zijn hele goede vertalingen, ook het Nederlands. Maar waarom ik het meegenomen is ook door dat het de kunstenaars heeft geïnspireerd. Maar ook omdat het gebaseerd is. Het is in Rome destijds, of in Italië geschreven in die tijd. Met Virgilius als gids. Virgilius die Aeneas had geschreven. Als concurrent van Homerus in die tijd. En dat geeft dus aan wat de mens kan meemaken na zijn dood. Afhankelijk van hoe die heeft geleefd. Daar komt het eigenlijk op neer. Mooi. Nou, drie geheel nieuwe boeken ja. toegevoegd aan ja. De die van de boekenkast. Van dan. Ja. Koekeroe.nl/Pim, daar kan je dat teruglezen. En als je deze podcast luistert, kan je daar ook zien. Ik wil even naar ja, gewoon wat bewustzijn eigenlijk is. Hè? Ja. Want er zijn sowieso natuurlijk verschillende soorten van bewustzijn. We hadden het al over... nou ja, zeg maar het stukje bewustzijn dat wel gewoon op de schijf is vastgelegd in ons intern, het waakbewustzijn. En dan hebben we het over, en dat is denk ik eigenlijk ook wat u bedoelt met eindeloos bewustzijn, het non-lokale bewustzijn. Ja, en non-lokaal is dus een begrip uit de kwantumfysica. Ja. In de kwantumfysica gebruik ik als analogie. En niet als, ja, als verklaringsmodel. Nee, het is echt als een vergelijking. En non-lokaal bewustzijn houdt in dat je alles tegelijkertijd meemaakt, buiten tijd en ruimte om, en toekomst en verleden is aanwezig. Dus als je een levensterugblik hebt en je denkt aan iets of iemand, dan ben je daar. Ben je in contact met die ander. Toekomstbeelden ook, sommige mensen hebben meegemaakt dat ze gaan trouwen en twee kinderen krijgen. En op een gegeven moment zien ze zichzelf zitten en zeggen, dit is precies het beeld wat ik bij mijn bijna doodervaring als 8-jarig kind heb gezien. Hè? Ja. Dus alles ligt daar in één keer klaar. Je kan uren tot dagen praten over bijna doodervaring terwijl je bewusteloos 2 minuten, 3 minuten heeft geduurd. Dus alles is aanwezig. Het is niet in woorden te vatten. De woordkeuze wordt bepaald door je achtergrond. Dus een kind zal het anders verwoorden dan een volwassene en een christen anders dan een atheïst of een moslim of boeddhist. Maar dit soort ervaringen zijn in de hele mensgeschiedenis gemeld. Dus Plato heeft een soldaat R geschreven. Dat was een soldaat die op een stapel lijken lag. En 10 dagen na de veldslag zouden ze zich gaan begraven. En dan zagen we wat bewegen. En de soldaat R vertelde waar hij was geweest. Het is een identiek verhaal. Als de met andere benamingen, maar het is zo en Plato oud als, schreef ook al. De lichaam is de tijdelijke drager van de ziel die blijft, schrijft Plato. Dus het is in alle tijden en culturen geweest. Ja. Als je de Upanishads en de Vedas leest van het hindoeïsme, exact hetzelfde. Ja. En waarom zegt u zo echt specifiek, het is een analogie? En want het is toch, het past toch helemaal in het plaatje van de kwantumfysica? Nee, voor sommigen helemaal niet. Het belangrijkste, denk ik, wat voor de kwantumfysica geldt, is dat er een stroming is waarbij bewustzijn een belangrijke rol speelt. He, dus je kan bewijzen in kwantumfysica dat licht zich gedraagt als golven. Ja. En je kan bewijzen dat licht zich gedraagt als deeltjes. Het sluit elkaar uit, maar het is beide mogelijk afhankelijk van het experiment wat je ontwerpt. Dus het bewustzijn van de onderzoeker bepaalt de uitkomst van het onderzoek. Dat betekent, bestaat nog wel objectieve wetenschap.
Dat is dan een vraag. Ja. Maar lang niet alle kwantumfysici zijn het ermee eens. Maar Roger Penrose, er zijn veel meer beroemde kwantumfysici die in heel dat meegaan in het bewustzijnsonderzoek. Ja. Maar ik blijf erbij dat het geen verklaringsmodel is, maar je begrijpt wat die mensen beschrijven op het moment dat je weet dat alles met elkaar instantaan buiten tijd en ruimte samenhangt. Ja. Want, nou ja, gelooft u in tijd? Ja, ik geloof in de lineaire tijd hier op aarde. Maar tijd als zodanig bestaat niet. Het is een construct. Dus tijd is relatief en tijd bestaat niet in dat verruimde bewustzijn. Nee. Dan gebeurt alles tegelijkertijd. Ja. Dus wat hier vaak aan tafel wordt besproken, en dan gaat het meer over nou, dingen als manifestatie. Hè, en hoe je dus echt iets uit het kwantumveld zou kunnen halen door in ieder geval op te focussen. Ja, strookt dat met uw eigen gedachten ook? Naar aanleiding van de verhalen van... Als je afvraagt, waar zit de elektron om de kern in een cel? Dat is een wolk. Ja, nou, nu, okay, we gaan toch even de wetenschappelijke Ja, en dan doen. Kan je zeggen, ik wil de locatie weten. Ja. Dan zie je die elektron daar hangen, maar dan weet je nog niet de snelheid. Of je kan de snelheid meten, dan weet je de locatie niet. En, dus, en als je niet waarneemt, is het een wolk. Ja. Dus de waarneming bepaalt de locatie of de snelheid, afhankelijk van wat je wil weten. Dus het bewustzijn blijft een rol spelen bij wat je waarneemt. Ja. Maar hoe, en nu wordt het misschien allemaal te vaag hoor, maar ik vind het toch even leuk om... Alles vragen. Ja, oké. Okay. Teleportatie. Ja. Want daar, dat bedoel, op het moment dat tijd ja. en eigenlijk ruimte niet bestaat, ja. ja, dan zou dat dus mogelijk zijn of niet met het bewustzijn wat we hier hebben. Ja, hoe? Ik heb een heel klein stukje geschreven over teleportatie ja. in mijn boek. Ik heb er geen ervaring mee. Ik ben er terughoudend in om er een verklaringsmodel voor te vinden, want dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat er testen met name in China zijn geweest, waarin het lijkt te gebeuren dat teleportatie mogelijk is. Ja. Maar ik weet er veel te weinig van. En ik durf dan niet zwart op wit te beweren dat het mogelijk is. Nee. Maar het zou kunnen. Bestaat maar toeval? Nee. Carl Gustav Jung, de bekende psycholoog, ja. heeft ooit gezegd... Heeft ook een soort bijna doodervaring gehad, toch? Nee, niet een soort. Hij heeft okay. ook, ja. in 1943 bij een hartstilstand een klassieke bijna doodervaring gehad, waarbij hij voor het eerst beschreef hoe de aarde er van boven uitzag, boven de Indische Oceaan. En India heeft hij kunnen beschrijven van boven. Dat was nooit eerder bekend geweest. Zijn moeder was helderziend, heldervoelend. Dus hij is opgegroeid met dat soort ideeën. En hij zegt, toeval bestaat niet. Synchronicity, synchroniteit. Ja. Dus er is altijd een verband, maar we zien die band niet altijd. Maar toeval bestaat niet. Er is altijd een reden waarom iets gebeurt. Ja. Alleen de reden waarom weten we niet altijd. Nee. Maar het is synchroniciteit, synchronicity. En dit komt een beetje terug op waar we het eerder over hadden met vrije wil. Dat natuurlijk kan je er een beetje links of rechts afslaan, zoals u zei. Maar... Het staat al vast. Op een of andere manier lijkt het vast te staan, ja. Dat is wat de mensen ons vertellen. Ja. Ja. Maar geeft u dat rust of onrust? Ik weet het namelijk bij mezelf, weet ik niet zo goed. Ja, ik ben heel rustig. ja. Ik word er helemaal niet onrustig van, nee. 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 Een onderwerp dat ook vaak besproken wordt aan tafel hier, dat is het ego. Ik ben benieuwd hoe u dat ziet. Is zelfidentiteit en ego, is dat hetzelfde? Nee. Nee, dat is niet hetzelfde. Nee, ego is het onderdeel van je waakbewustzijn. Ja. Het heeft te maken met je fysieke leven. Het heeft te maken met je prestatiedruk, je competitiedruk, hoe je wil overkomen en ja. al dat soort dingen. En dat komt dus door al die kleine dingetjes die je echt op je eigen schijf hebt opgeslagen? Maar je zelfbewustzijn, ik noem het altijd zelfbewustzijn met een hoofdletter, dat is een veel hoger niveau. En dat is de essentie van wie je eigenlijk bent. Dus als je uit je lichaam bent, dan ben je jezelf met een hoofdletter. Dat is in principe een soort lichtwezen. Ja. En aspecten van het lichtwezen dalen waarschijnlijk af elke keer in het lichaam weer. En dan heb je weer een ego met alle Het is een beetje strijden. Het spel. Het is een beetje het spel en dan moet je dingen leren. Maar dat ego heeft te maken met je fysieke waakbewustzijn. En niet met je verruimde bewustzijn. Nee. En... Dat hogere bewustzijn of dat contact met... Ja. Ja, hoe ziet u dat? En ik snap dat dit natuurlijk per definitie speculeren is. Maar wat hangt daar boven? Of wat is het allemaal bij elkaar? Er hangt niks boven. Het is altijd overal. Ja. Net het principe van de iCloud. Hè? Ja. Het gaat door ons heen. Het zit overal. En je hebt een apparaat nodig wat functioneert om gedeelte ervan te ontvangen.
En als het apparaat uitvalt, gaan sommige mensen komen maar in dat hele zeggen. Veld. Tuurlijk. Ja. Maar iCloud is een goed voorbeeld. Daar is namelijk gewoon Google eigenlijk de eigenaar van. Ja, maar het is wel... Dus wie zit er achter de iCloud? Ja, dat is een elektromagnetische informatiegolf, hè, de iCloud. Ja. En het bewustzijn is een informatiegolf die waarschijnlijk, en dat zeggen steeds meer mensen, fundamenteel is in het universum. Dus de oorsprong van het universum kwam voort uit bewustzijn en informatie en energie. Dat is een bazaal fundament van het universum. Alles wat we zien en meemaken is een gevolg van bewustzijn. Jouw lichaam is gevormd door jouw bewustzijn. De aarde is gevormd door bewustzijn. Alles heeft een vorm van subjectiviteit, wat niet te vergelijken is met het menselijk bewustzijn. Mm-hmm. Maar een plant heeft ook een vorm van subjectiviteit. En dier zeker ook. Dier misschien meer groepsbewustzijn dan individueel bewustzijn. Maar alles heeft een vorm van subjectiviteit, omdat het voortkomt uit bewustzijn. Het is fundamenteel. En dat zijn allemaal dure woorden van ontologisch idealisme en al dat. Doet het voor die termen doet er voor mij niet toe. Maar de oorsprong van het universum komt voort uit informatie, bewustzijn en energie. Ja. Oké, dus bewustzijn en energie is wel wat anders? Het heeft met elkaar te maken. Ja. En informatie ook. Ja. Er zijn mensen die zeggen informatie is de basis van alles. Omdat het ook weer samengaat met bewustzijn. Ook samengaat met... Ja. Je kan het niet uit elkaar trekken. Nee, duidelijk. Ik wil nog even terug naar het boek. Ja. Want daar heb ik heel veel papiertjes in gedaan. Omdat ik gewoon dingen heel interessant goed vond. Goed zitten voorbereiden. Ja, ik vind het. Maar het is ook een fascinerend onderwerp natuurlijk. Ja. Nou ja, en wat... Kijk. Wat ik een beetje... niet zozeer tegen vond. Laat ik eerst, we hebben nog niet echt alle elementen benoemd. Nee. Die mensen die een ervaring hebben gehad, eigenlijk bijna allemaal hebben. Het besef dood te zijn, positieve emoties, uittredingservaring, bewegen door een tunnel, communicatie met het licht. En u zei daarnet al, het is maar net even hoe je bent opgevoed, wat voor een label je daarop plakt. In Oost-Duitsland werd het licht genoemd. In West-Duitsland werd het een wezen van licht genoemd. Nou ja, dat is oké. Waarneming van kleuren, waarneming van een hemels landschap, ontmoeten van overleden vrienden en familie, levensterugblik, de schouw zoals het wordt genoemd, en, dat is wel het laagste percentage, maar ik vond hem wel fascinerend, de ervaring van een grens. Ja. Dus dat waren mensen die dan ook wel voelden van, oh, als ik nu die stap ga zetten, dan... Kom ik niet meer terug. Ja. Ja. En dat is vaak of een poort, of een mist, of een bergketen, of een muur. En zeggen, dit is de grens, of een smal pad. Ja. Door een kloof. Als ik dit overga, dan weet ik, dan kom ik niet terug. En op dat moment horen ze vaak een stem, of van het wezen van licht, of gewoon een stem die zegt, het is je tijd nog niet. Je hebt nog een taak te verbreiden, je moet nog terug naar je lichaam. En dat vinden ze vreselijk om terug te komen in dat zieke lichaam. Want ze denken... Moet je je voorstellen, als je na een verkeersongeluk met alles gebroken en dan zit je in dat lijf terwijl het daar zo mooi was. Ja. Ander gedeelte uit het onderzoek, dat vond ik... Nou, tegenvallen vind ik een groot woord. Maar dan gaat het over de verschillen in verandering na 2 en 8 jaar. Ja. En dan gaat het dus over mensen met en zonder een nabije doodervaring. En dan blijkt dat er zijn verschillende punten. Ik zal gewoon even de highlights doornemen. Dus de sociale houding verandert. Dat je gewoon, we hebben het erover gehad, empathischer bent, meer begrippen voor anderen, betrokkenheid. De religieuze houding, dus veel algemener de zin van het leven en het spirituele. Hoe je tegen de dood aankijkt. En sowieso, de zelfkennis, betekenis van het leven. Die is na 2 jaar, is dat bij de mensen die een ervaring hebben gehad, spectaculair gestegen in alle de dingen die ik noem. En met de mensen die dat niet hebben, is het vaak minder dan de helft. Dat is nogal wat. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld begrip voor anderen, om er even eentje uit te halen. Plus 36 bij de mensen met een ervaring. Plus 8 bij de mensen die geen bijna doodervaring hebben. Maar dan komt het na 8 jaar. Dan is het... Nou, dit is trouwens wel even een heel gek voorbeeld wat ik hier neem, maar dat viel me zo op. Na 8 jaar is het plus 73 bij de mensen met een bijna doodervaring, maar het is plus 75. Dat is geen statistisch verschil. Nee. Maar daar zitten dus... Dat viel me dus op. Ik weet niet onder welk onderwerp je hebt, maar in principe waren er dus 13 elementen die statistisch verschillend waren tussen de mensen met en zonder bijna doodervaring. Ja. En als je het samenvat, is vooral geen angst meer voor de dood. Ja.
Dus het, de zekerheid van het persoonlijk voortbestaan. Ja. Een ander inzicht wat belangrijk is in het leven. Verhoogde intuïtie, gevoel van samenhang met alles en iedereen. En verhoogde intuïtieve gevoeligheid. En de behoefte aan spiritualiteit. Ja. Dat zijn allemaal significante verschillen tussen mensen met en zonder bijna. Maar mensen die alleen een hartstilstand hebben, veranderen ook. Ja, ja, zo. Maar niet lang niet op die manier. En dat is interessant dat lange termijn onderzoek met interviews, dat 2 en 8 jaar houdt dus in, dat het een objectief bewijs is voor de subjectieve ervaring. De veranderingen hebben we kunnen meten met multiverse vragen. En dat betekent dat de veranderingen zijn een objectief bewijs voor de subjectieve ervaring. Want je kan de subjectieve ervaring niet bewijzen, maar de veranderingen wel. Ja. Ja, maar dit is, maar goed, dit is weer heel erg een onderzoek geneuzel. Want ja, al is het alleen maar omdat die mensen denken of in het slechtste geval verzinnen dat ze dat hebben gehad, is het natuurlijk logisch dat ze daardoor ook anders in het leven staan. Toch? Nee, maar als je het verzint, sta je niet anders in het leven. Nee, dan verzin je het. Het is zo'n diepgaande ervaring die je leven op je kop zet. Ja. Het past niet in wat je hebt geleerd. Ik ken artsen die zo'n ervaring hadden, die zeiden, wat ik nu heb meegemaakt, heb ik altijd gezegd, is onmogelijk. Je hele wereldbeeld wordt op zijn kop gezet. Dat ga je niet verzinnen. En de veranderingen ga je ook niet verzinnen. Dat maar de begrip voor de zin van het leven, ik zit nog eventjes naar dit tabelletje te kijken. Ja. De begrip voor de zin van het leven is na 8 jaar... is er eigenlijk bij mensen zonder zo'n bijna doodervaring meer begrip? Ja, eigenlijk snap ik het ook wel, omdat ze gewoon... Maar dat is, je hebt over 2% verschil. Maar dat, van 7, het ene is plus 57, het andere is plus 66. Ja, maar dat is nauwelijks statistisch significant. Nee, precies, maar dat is toch bijna gek maar, dat daar... Maar de rest waar we het over hebben, dat is statistisch significant. Ja. En het is het enige onderzoek wat ooit is gedaan, prospectieve studie. Ja, prospectief, dat moet ik nog even uitleggen. Dat betekent dat je vooraf de elementen en dat je een gematchte controlegroep hebt, eenzelfde leeftijd, geslacht en tijdsinterval, mensen met of zonder een bijna doodervaring, om te kijken wat er verandert. Dat is nooit eerder gedaan, daarna ook nooit meer. Nee, waarom daarna nooit meer? Omdat het ontzettend veel tijd en geld kost. Oké, nee, dat is duidelijk. En ons onderzoek is nog steeds no funding at all geweest. Dus allemaal vrije tijd, avonduren, vakantie opnemen. Fantastisch. Met vrijwilligers die we allemaal opgeleid hebben. Ja. Wat is de zin van het leven eigenlijk? Nou, de zin van het leven is het nadenken erover. En die zin zoeken. De definitie van spiritualiteit is noem ik altijd de zoektocht naar zingeving door innerlijke ervaring. Ja. Door innerlijke ervaring. Ja. Dus je kan het niet lezen in een boek, je moet het wel ervaren. Ja. Mooi hè? Ik wilde nog aan toevoegen, want ik heb daar ook een definitie over gelezen van Brené Brown. Die zei heel erg dat het ook het geloof is in iets groter dan ons of zo. Weet je wel? Gewoon dat je gewoon eigenlijk akkoord gaat met een soort onverklaarbaar iets. Ja, maar mensen met de bijna doodervaring geloven niet meer. Nee, in de religie. Ja, of die weten. Weten. Ja, daarom gaan ze ook niet meer naar de kerk. Ze zijn religieuzer. Religie is letterlijk Latijn voor herverbinden. Ja. Religie is herverbinden. Zijn religieuzer. Maar ze geloven niet meer, ze weten. Ze weten wat ze hebben meegemaakt. Ze weten dat er een ruimer bewustzijn bestaat met onvoorwaardelijke liefde. En de toegang tot onvoorstelbare kennis en wijsheid. En u, gelooft u of weet u? Ik zit tegen het weten aan, maar ik heb het nog niet zo innerlijk ervaren. Dus ik ben in de buurt. Ja. Ik ben ver voorbij mijn geloof, denk ik. Ja, dat begrijp ik. Ik heb, ik zei eerder al, ik heb gezegd dat ik u te gast heb. En vervolgens kwamen er gelijk allemaal vragen binnen. Ik neem er een aantal door. Oh. Hans, die heeft een paar vragen, wel goede vragen. Is een bijna doodervaring of nabij doodervaring, maar whatever, een glitch in de hersenen of is er meer? Het heeft iets met de hersenen te maken. Dat hebben we dus aangetrokken. Ja. Dus als de hersenen niet meer werken, dan heb je dit moment van een verhelderd bewustzijn. Ja. Met mogelijkheid van waarneming buiten en boven je lichaam enzovoort. Ja. Klopt het dat je gehoor als laatste uitvalt als je doodgaat? De mensen die blind zijn, kunnen waarnemen. Terwijl hun ogen afgeplakt zijn of dicht zijn. En de mensen horen niks, maar weten wat er wordt gezegd. Ja. Omdat ze de gedachten binnenkrijgen. Maar dit is dus mooi. Dus echt nog weer. Dus voor kijken en denken heb je niet je lichaam nodig. Nee. Het is het kijken noemt, Ken Ring heeft het mindsight genoemd. Maar je gaat nog anders werken. Wie ziet er? Je krijgt elektromagnetische informatie
van Bert, komt in je oogbol, ja, op je retina. Elektromagnetische informatie gaat via de nervus opticus, de oogzenuw, naar je achterhoofdschwab. Dan heb je ook elektromagnetische informatieveranderingen. Maar wie ziet er? Exact. Dat is toch niet je hersenen? Nee. Dat is toch niet, dat is, nee. Jij ziet zelf met je bewustzijn. Ja. En dat, dit is een instrument. Ja. En dan komen we heel erg in het mediteren. En als het instrument niet meer is, dan zie je dus 360 graden. Of je neemt het waar, je ziet het, je neemt het waar. Detail en overzicht, 360 graden. Je weet wat er wordt gezegd. Je hoort het niet, maar je weet wat er wordt gezegd. Ja. En de laatste, maar we hebben het hier net een beetje gehad over de kwantumfysica. Kan Pim iets vertellen over astraal reizen? Ja, astraal reizen is een terminologie wat ik noemde uittreding. Ja. Dus uittreding is dat je je lichaam uitgaat. En dat is bij de doodervaring dus op het moment dat je hersenen niet meer functioneren. Maar er zijn ook 10% van met name jonge volwassenen in de overgang tussen slaap, tussen waak en slaap, soms ook uit het lichaam gaan en soms zichzelf in het hoekje van de slaapkamer zijn liggen in bed. Het woord astraal reizen gebruik ik niet, want dat hele astrale lichaam is voor mij te vaag om te kunnen benoemen. Mm-hmm. Ik noem het een uittreding, een buitenlichamelijke ervaring. Minstens zo vaag, maar het klinkt iets... Het is, beschrijft wel wat het inhoudt. Ja, dat is waar. En denkt u dat door de kennis, hè, en we hadden het eerder al over het feit dat ook alleen al als je het erover hebt, en zoals wij hier en mensen luisteren dit, dat geeft al een soort verruiming. Maar heeft u het gevoel dat de mensheid hierin kan groeien en eigenlijk, meer de contact met de cloud zou kunnen hebben? De jongere generatie is veel meer open. Ja. Max Planck, de grondlegger van de kwantumfysica, heeft ooit gezegd, de nieuwe theorie wordt pas geaccepteerd als de oude generatie is gestorven. De kwantumfysica heeft 60, 70 jaar geduurd voordat het werd geaccepteerd. Ja. Dit nieuwe inzicht, dat bewustzijn geen product is van hersenen, zal ook wel enige tijd duren voordat de meerderheid het accepteert. Maar ik geef lezingen, net vorige week nog voor 60 klassers van de middelbare school, VWO-leerlingen. Ik geef lezingen voor medische studenten, psychologie studenten die me allemaal uitnodigen. Ik geef lezingen voor alle universiteiten, ook Yale University, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Engeland. En die jongere generatie is veel meer open. Ja. Maar vindt u het niet jammer dan dat u het eigenlijk niet meer gaat meemaken? En misschien ik zelf ook niet meer op het moment dat het wat meer... Het gaat niet om mij. Nee, okay. Het gaat volstrekt niet om mij. Nee, maar het zou toch... Het is toch... Gaat niet om mij. Oké. Okay. Het gaat om dat de mensen een ander inzicht krijgen in wat belangrijk is in het leven. Ja. Dat we met elkaar samenhangen. Dat we wat de ander aandoen, doen we onszelf aan. Wat we de aarde aandoen, doen we onszelf aan. Een positief en negatief inzicht. Als je dat inzicht hebt, ga je anders leven. Dus het inzicht dat alles met elkaar samenhangt, is zo'n belangrijk aspect van dat nieuwe inzicht. Ja. Je moet. In zo'n levensterugblik maak je mee of je liefde hebt gegeven of liefde hebt onthouden. En dat is, je krijgt geen oordeel, maar je krijgt inzicht. Hoe je hebt geleefd. En dat is ook de reden dat mensen anders gaan leven. Ja, omdat, lekker. Nee, maar goed, dit is iets, met deze kennis kunnen wij nu op dit moment al wat in ons leven. Meerte die wil meer weten, dat is het onderwerp wat ik, over orgaantransplantaties. Ja. Veranderen mensen dan? Ja. Ik vind het altijd een lastig onderwerp, omdat ik gewoon, bent u zelf donor? Nee. Nee, dat is wel heel gedecideerd. Nee, ik wil mijn stervensproces niet laten beïnvloeden doordat er levende organen uit mijn lichaam worden gehaald. Op het moment dat mijn stervensproces is begonnen, hersendood is niet dood. Hersendood is het begin van het stervensproces wat uren tot dagen duurt. De wet spreekt over stoffelijk overschot, dat je beademt, maar we weten allemaal dat je stoffelijk overschot kan je niet beademen. We weten ook dat je uit de stoffelijk overschot geen levende organen kan halen. Dus vindt u het ook een beetje onmenselijk wat er gebeurt op dit moment? Weet je, ik geef geen oordeel. Nee, maar ik vraag het wel. Ik beschrijf gewoon wat de feiten zijn. Ja. En de voorlichting is volstrekt eenzijdig en helpt mensen levens redden. Maar het gaat niet om je eigen sterven. Wat betekent na je dood? En ben je wel dood? Er zijn 10 vrouwen bekend die zwanger waren en een hersenbloeding kregen en hersendood werden verklaard en aan de beademing en medicatie lagen voor weken. En een levend kind baarden. Een lijk kan geen levend kind baarden. Dus als je hersendood bent verklaard, is het begin van het sterfproces, maar ben je niet dood. Dan is 3% onherstelbaar beschadigd en 97% functioneert volledig normaal van je lichaam. Wat anders is, de vraag is hoe het met veranderingen is. Ja, dat was de vraag eigenlijk. Ja, heel goed. Dat heet dan transplanted memories. Ja.
Dus dat is eventjes, om het feitelijk te maken, ik krijg het hart van iemand anders en daardoor ben ik ook een beetje... Het is zo dat er zijn, ik citeer ook de artikelen en boeken erover. Change of Heart is een boek van een vrouw uit Amerika. Maar goed, je kan het nalezen. Als er vanuit gaan dat je hersenen en je lichaam een interfacefunctie hebben. Dat elk orgaan een interfacefunctie heeft. Dat elke cel een interfunctie heeft. Waarschijnlijk is dat de DNA. Daar schrijf ik ook een hoofdstuk over. Hè? Dus die... Dus dan... chunk DNA waarschijnlijk een interfacefunctie heeft. En als je een levend orgaan transporteert in een ander lichaam, dan is dat nog steeds een ontvanger van het bewustzijn van de overleden donor. Die dan wel overleden. Ja, het is echt. Nee, precies. En dan zijn dus beschrijvingen bekend van mensen die andere gevoelens en emoties krijgen die ze daarvoor niet hadden. Nee. En dat betekent dat dat past bij het concept dat elke cel deelneemt aan het bewustzijn. Ik zeg ook altijd, als de eicel en de spermatozoon bij elkaar zijn gekomen, daar vier celdelingen, gaan de cellen zich veranderen in spiercel, hartcel, zenuwcel, huidcel enzovoort. De DNA-structuur blijft hetzelfde. Ja. Maar de functie van de DNA verandert door informatie van buiten. Noem het morfogenetisch bewustzijn. Maar de informatie van buiten, ik besef het ook, dat zorgt hoe ons lichaam functioneert. Ja. En als er 500.000 cellen per seconde afsterven en worden aangemaakt, blijft het geheel functioneren. Omdat alles op kwantummechanische wijze communiceert. Elke cel heeft wel 100 of meer processen die allemaal samenhangen en gecoördineerd zijn. En dat is buiten tijd en ruimte, omdat alles... Het is ongelooflijk hoe dat lichaam elkaar En je zit. Kan toch ook, dat is inmiddels geloof ik ook al wetenschappelijk bewezen, je DNA wel degelijk aanpassen. Het ding als meditatie. De epigenetica houdt in dat informatie van buiten wordt opgenomen in je genen. Dus met name de traumatische dingen. Tweede, derde generatie. Omdat dat is de epigenetica. Ja. Ja. Maar nog even, dan laten we wat ik donorschap achterwege. Want wat ik er lastig aan vind, is dat vanuit een eenheidsbeleving. En we zijn allen één. En ook de liefde die je geeft. Ja, zou het dus wel degelijk een mooie gift kunnen zijn om iemand anders die jonger is of gezonder, te helpen met jouw organen. Als jij beseft dat je eigen sterfproces enorm wordt beïnvloed, dat je niet dood bent als je hersendood bent verklaard, dat je uit liefde besluit je organen af te staan, is dat wat anders. Maar de mensen weten niet wat dat betekent. Nee, daar gaat dus om. Wat is een donor? Ja. En dat is dat ongeveer 20% van de familieleden weigeren uiteindelijk toestemming te geven voor transplantatie. Omdat ze daar een lichaam zien liggen van hun zoon of dochter of partner. En alles functioneert, ziet er niet dood uit. En de dokter zegt, ze zijn dood. Ja. Dat geeft intuïtief het gevoel dat dit niet dood is. Nee. En dan is het best bij de hand dat het tegenwoordig standaard is dat je het wel bent. Dat weet ik helemaal niet, want het wordt een gift genoemd. En als je het niet invult omdat je het Nederlands niet, niet beheerst, dan ben je automatisch donor. Ja, dat bedoel ik. Dat is nogal wat dus. Anna Roos, wat is de visie op het leven na de dood? Of u gelooft in meerdere levens? Weet je, als het bewustzijn geen begin en geen einde heeft, heeft de kans, wat we dan reïncarnatie noemen, zeer wel mogelijk. Er zijn onderzoeken geweest. Ian Stevenson heeft honderden, duizenden gevallen bestudeerd. En die geeft als conclusie, reïncarnatie is niet wetenschappelijk te bewijzen, maar uiterst waarschijnlijk. Ja, ook omdat mensen zich dingen kunnen herinneren in dit leven. En dat klopt allemaal met gegevens. En het hindoeïsme, het boeddhisme, de kabbala ook, gnostisch christendom, alle... wat we de oorspronkelijke bevolking noemen van de aarde, zijn ervan overtuigd dat je terugkomt en dat de voorouders er nog steeds zijn. Suzanne heeft daar een mooie doorvraag over. Is reïncarneren een vrije keuze? Ik denk het niet, want ik vraag me af wat de vrije keuze is als je op een hoger niveau besluit weer terug te keren. Het is niet je ego die dat besluit. Nee. En zij stelt ook nog de vraag, en dan ik heb een keuze moeten maken, sorry jongens, als ik niet tegen de vraag toe kwam. Wil je mensen overtuigen dat het leven na de dood iets moois is? Ik wil niemand overtuigen. Ik wil nooit iemand overtuigen. Nee. Ik denk alleen dat als je naar de verhalen luistert,
dan is het ten eerste geen leven na de dood, maar is er een continuïteit van het bewustzijn. Ik praat nooit over, het leven is een biologisch proces. En het biologisch proces houdt op met de dood. Ja, maar er is wel, ik snap dat u dit zegt, maar ik heb ook nog wat andere boeken gelezen waarin u wordt aangehaald. Het is, u heeft wel een nou ja, misschien is een missie te groot woord, maar ik lees hier, dit is een van de vele boeken waarin u een artikel heeft geschreven, voor het geheim van Elysion. Ja. Daar, nou ja, als ik dan kijk bij de samenvatting. Wat hebben we kunnen leren van de inzichten verkregen door wetenschappelijk onderzoek naar NDE's? Het besef dat wij alle met elkaar verbonden zijn en ook eeuwig met elkaar verbonden blijven. Dat elke gedachte invloed heeft op jezelf en op de ander. En dat na de lichamelijke dood ons bewustzijn, onze essentie, hoogstwaarschijnlijk blijft bestaan. Het bewustzijn blijkt primair en dus fundamenteel te zijn in het universum. En dan komt hij, dat voelt toch wel als een soort missie. We moeten ons eigen bewustzijn veranderen om onze wereld te veranderen, om onze manier van leven te veranderen. Maar ook om als arts, als verpleegkundige te veranderen waarop... Nou ja, lang verhaal kort, daar voel ik wel een soort van drive om dit te blijven vertellen. Nou, weet je, de drive berust misschien op het feit van het inzicht dat we de wereld nu aan het vernielen zijn. Ja. En dat je dat toch nog op dit moment misschien nog net kan voorkomen. Als we 10 jaar wachten, zijn we te laat. Dus de drive is niet zozeer... iemand willen overtuigen, maar het bewustwordingsproces, dat alles wat je de ander aan de aarde aandoet, onherstelbare schade kan toedienen. Dat is voor mij de reden om het te benoemen. Maar ik zal nooit iemand proberen te overtuigen. Dat begrijp ik. Maar het is wel, en dat, ik bedoel, ik ben blij dat u hier zit. U had ook gewoon 79 jaar op een schommelstoel niks meer. Daar heb ik nog geen tijd voor, dat komt later. Ja. Nee, maar daar zit wel een... Nou, ik ben vervroegd met pensioen gegaan toen ik 60 was. Omdat nadat dat artikel in de Lancet werd gepubliceerd in 2001... had ik die 60, 70 uur gewerkt als cardioloog. En toen kwam er 40, 50 uur bij. En toen heb ik gezegd, ik ga me alleen maar richten op bijna doodervaring. Dat is een fulltime job geworden. Ja. Ik bedoel, artikelen, boeken, van alles. Lezingen over de hele wereld. Machtig mooi. Ja, dan. Podcast en zo. Podcast, ja. Nee, en video ook. Ik ben heel blij met heb je hem gezien of niet? Nee, om eerlijk te zijn niet. Ja, je kan er op de website, kan je hem gewoon aanklikken. Oké. Okay. Hij staat pas sinds een half jaar op YouTube. Oké. Okay. En dan is hij van 80.000 uur 160.000 keer gezien. Dus, en dat gaat opeens wel, iedereen gaat Oh, nou, dat is top. Het is een mooi verhaal. Het is heel indrukwekkend verhaal. Samen ooit met de Russische Omroepstichting is het samen gefinancierd ooit. Ja. Pimvanlommel.nl, daar vind je het wel. De vraag is, en dat is dan altijd normaliter wat ik al zei, komt dan nu de doodvraag? Nou, die hebben we uitvoerig besproken, zou ik zeggen. Hoe wilt u herinnerd worden? Ja, daar zit ik eigenlijk niet mee. Begrijp ik? Daar zit ik eigenlijk helemaal niet mee. Maar ik hoop dat u zal herinnerd worden, dat is een feit. Ik hoop dat wat er in boeken is geschreven, wat in YouTube-films staat, de interviews die ik heb gegeven, tv-programma's, dat er iets kan worden opgepikt voor de jongere generatie. Dat ze daar wat van kunnen meenemen en leren en daarmee hun eigen levenswijze zullen aanpassen. Ja. Ja, mooi. En dat is aan de hand. Dat weet u ook al. Het gaat niet om mij. Nee, dat zei u eerder al. En ik wist ook wel dat u dit opzetje ging maken, maar tegelijkertijd ben ik ook... Blij dat u wel schetst dat, hoe dan ook, heeft u een ontzettende nalatenschap en inzichten gegeven en discussies aangewakkerd. En mensen ook vooral, en dat zal ook na deze aflevering weer gebeuren, een stukje herkenning gegeven. Mijn boek geeft vaak erkenning en herkenning. Er zijn heel veel mensen met bijna dood die mijn boek aan de dokter gaven van de psycholoog. En die zeiden hier, nou weet je, lees eens na om te begrijpen wat ik heb meegemaakt. Oké, gekke vraag misschien. Maar als u gewoon met uw vingers mocht knippen en antwoord... mocht krijgen op een specifieke vraag. Wat zou die vraag dan zijn? Geen idee. Geen? Oh, nee, nou ja. Oké, okay, dan... Geen idee. Nou ja, ik zit zelf gewoon heel erg met wat is nou uiteindelijk de basis van ons bewustzijn? Dat is wel de vraag die... Nou ja, de basis van het bewustzijn proberen. Ten eerste is geen definitie van bewustzijn. Nee. We kunnen het, ik beschrijf ook pagina's lang in mijn boek wat het allemaal onder bewustzijn kan verstaan. En aandacht en awareness enzovoort. Maar uiteindelijk ben ik nu tot de conclusie gekomen. En ik niet alleen, maar vele mensen met wetenschappelijke achtergrond.
dat bewustzijn fundamenteel is. Dat het de basis is van het hele universum. Ja. En het fundament van het hele universum. Ja, maar dan blijft de vraag, wordt er alleen maar belangrijker van, toch? Wat is de basis daarvan? Het is de basis. Het is de, ja, het is de basis. Ja, ja, ja. Er was niks voor bewustzijn. Nee. Er was niks voor bewustzijn. Het is fundamenteel. Dat betekent dat het de basis is. Net als informatie en energie. Ja. Eindeloos bewustzijn. Een eer, Pim, dat je hier aan tafel wilde zitten. En fantastisch wat je al gedaan hebt. En mooi dat je nog steeds... Nou, het was wel genoeg. En ik denk dat de jonge generatie ook veel meer podcasts luistert en filmpjes ziet dan dat ze een boek gaan lezen. Dat is de reden dat ik dat ook iets meer doe de laatste tijd. Ja. Omdat ik denk dat als je de jonge generatie wilt benaderen, het toch op die manier... Ik het ook wel aan, al is het alleen maar, en dat is misschien wel heel erg het onderzoek, maar gewoon even de tabelletjes zien. Ja, dat is bijna niet in... En de inhoud van die ervaring. Ja. Als je de verhalen leest van de mensen die wat ze hebben meegemaakt, is toch ongelooflijk. Nou, waarom? Dit had ik... maar dat is gewoon een beetje off the record vraagje. Maar er is een eerdere druk geweest waarin een zekere Monique... Ja, Henneken. Ja. Ja, die heeft het eruit gehaald, want die wilde een eigen boek uitgeven. Ja, maar dat kan toch en? Ja, ze wilde het eruit halen en dat eigen boek heeft ze ook nooit gepubliceerd. En ze is sinds 10 jaar buiten mijn volledig zicht. Volgens mij zit ze aan Caribisch eiland ergens. Bent u verplicht om dat eruit te halen? Ja, dat heeft ze geëist. Ja. En wat was haar verhaal dan? Ze had een positieve en negatieve bijna doodervaring. Heel uitgebreid, op mijn verzoek helemaal beschreven. Indrukwekkend. Dus de eerste 8 drukken staat het nog in. Ja, en wat is de essentie? Want voor de mensen die nu het boek aanschaffen, staat het dus niet meer in. Maar een oude druk wel. Maar wat is de essentie? De essentie is dat ze zowel een positief als negatieve... En wat was er negatief aan dan? Negatief dat ze dus... ze wilde zelf dood, terwijl ze aan de ademhaling lag. Ze heeft geprobeerd die luchtslang door te bijten. Dat ze zou stikken en al dat soort dingen. Ze heeft bezig geweest om haar eigen dood te versnellen. En toen heeft ze een hele angstwekkende ervaring gehad. Oké. Ja, ik wil nu nog een zijtakje nemen, maar het was eigenlijk al zo. Nee, ik ga het toch doen, want ik voel me ook... En ik moet zeggen, ik vind dat u het uiteindelijk netjes behandelt. Ik begon ermee, toen werd ik er een beetje cringy van. Toen ging het over euthanasie. Mijn vader heeft euthanasie laten plegen, dus dan kom je toch een beetje op een soort... soort hellend vlak. Ja. Hoe kijkt u tegen euthanasie? Er zijn 2 aspecten. Je kan met de moderne medische techniek mensen in leven houden. Terwijl ze eigenlijk al lang dood hadden moeten zijn. Ja. En je kan mensen doodmaken terwijl ze eigenlijk nog moesten leven. En euthanasie is een actieve ingreep op je levensduur. Ja. En als we ervan uitgaan dat het moment van overlijden op hoger niveau vast ligt, dan grijp je in dat hogere moment. Maar je hebt een vrije wil op aarde. Dus je mag af en toe besluiten. Ik geef er geen oordeel over. Nee, dat vond ik ook fijn. Maar denkt u dat het de doodervaring, met alle mooie dingen waar we het eerder over gehad hebben, van mijn vader negatief heeft beïnvloed? Volstrekt niet. Okay. We hebben dus verhalen van mensen die mislukte suïcide hebben gedaan. Oh, ja. En dan zijn ze liefdevol ontvangen. Ze hebben alles meegemaakt wat de mensen met positieve ervaring kunnen hebben. Het enige is dat ze nooit meer een tweede zelfmoord zullen doen. Omdat ze hebben gemerkt dat de problemen waar je voor vlucht, neem je mee en kan je daar niet oplossen. Nee. Dus ze zullen nooit een tweede keer zelfdoding proberen. Nee. Maar je wordt in liefde ontvangen. Altijd. Nou, dat vind ik fijn om dat nog even... Ook voor je vader. Ja, precies. Dat is toch fijn om mee af te sluiten en voor andere mensen met ervaring. Nogmaals, Pim, ontzettend bedankt. Graag gedaan. En jij bedankt voor het luisteren en kijken. Ik hoop dat het allemaal niet te zwaar was, maar het is natuurlijk een machtig mooi onderwerp. Reacties hierover, ik ben heel benieuwd. Je kan me altijd mailen, giel@koekeroe.nl. Nogmaals, meer informatie op koekeroe.nl/Pim. Daar vind je ook de website van Pim en dan kan je op die manier ook nog in contact komen. Ik kan me voorstellen dat je ook wel juist ervaring wilt delen. Doe dat bij YouTube, hieronder in de reacties. Of laat het achter in een recensie bij iTunes of Spotify. Doe iets, geniet van je dag, geniet van het leven zou ik zeggen. Tot de volgende, zonnegroet. Hoi.